Mijn generatie is opgegroeid in vrijheid. En ik weet nog dat ik een brief thuis kreeg in mijn ouderlijk huis. Waarin ik de keuze had om mij aan te sluiten bij het leger. Of niet. En ik was denk ik een jaar of 18. En ik was toen al met mijn muziek bezig, met de band Direct. En ik koos ervoor om dus daarmee verder te gaan. En dat heeft me wel doen beseffen dat ik ben opgegroeid zonder dienstplicht. Waarin mijn vader en de generatie daarvoor dat wel bestond. En dat heeft me ook toen laten beseffen dat het heel belangrijk is dat er mensen van elke jongere generatie zich inzetten voor hun vaderland en bereid zijn om de wereld over te vliegen om ergens anders te dienen in oorlogsgebieden. En dat vind ik bijzonder en daarvoor dank. Mijn broer had wel een dienstplicht en die is ongeveer 11 jaar ouder dan ik. En ik kan me herinneren dat ik met mijn andere broer en mijn moeder toen een keer naar een trainingsweekend van hem toe gingen. Want hij was geplaatst in Duitsland. En toen zaten we in een tribune en gingen zij zo'n stormbaan trotseren met allemaal geluidseffecten en zo. En ik weet nog dat ik daar als kind zat en dacht van wow, dat is wel awesome. En kijk, daar is Michael, daar is Michael. En dan 's avonds in die lange tenten. Waar je dan ging eten met z'n allen en iedereen mocht zijn familie ontvangen. Dat je allemaal gasten in uniform zagen. En zij hadden elkaar, ze hebben elkaar in dat moment. En zodat ze aan hun geliefde kunnen laten zien wat ze daarvoor achterlaten. En dat is cool, mijn broer. Yourself with the flower chain.